gedichten staan hier wel omdat Henk was overleden. En dat er nog geld op de bank stond in Liechtenstein. En ze wou niet alleen gaan rijden. En toen vroeg ze of ik dan mee wou. Toen heeft ze mijn ticket betaald voor de vliegreis naar Hongarije. Toen is ze me daar van het vliegveld afgehaald. Hij is net die dag overleden of zo? Ja, vrij kort ervoor, ja. Wat zei ze daarover? Dat hij... was hij gevallen of zo? En daarna zijn we weer eens kijken naar een nieuw huis. Gedroeg ze zich als een rouwende weduwe? Nee. Hoe dan? Wat deed ze? Ze was vrolijk. En ze wou gelijk naar een ander huis kijken. Dus... Terwijl de man net dood was? Ja. Nou, we zijn richting Liechtenstein gereden. En in Koefstein hebben we overnacht. Nou, we kwamen s'avonds na het eten. We zijn naar het eten geweest. En we kwamen op de kamer en... Ja, toen was ze toch een beetje mij gaan verleiden. En toen ben ik naar mijn eigen kamer gegaan. Dat zag je niet zitten? Dat zag ik echt niet zitten, nee. En toen is ze naar de bank gegaan en toen kreeg ze in eerste instantie het geld niet mee. Dat heeft, dacht ik, nog een half dag geduurd voordat alles rond was. Ging jij mee die bank in? Ja, maar niet met gesprek verder. Nee. En dat heeft een halve dag geduurd voordat alles rond was. En toen kreeg ze het mee. En het is bijna niet te geloven, maar dan gebeurt er het volgende in het leven van Jannie. Daarna is ze weer teruggegaan naar Hongarije. En ik denk een aantal maanden later dat ze belde dat haar rijbewijs was ingenomen... omdat ze iemand op het zebrapad had aangereden. En die was overleden. Hier werkt dus de zus van Brigitta, de zus van de werkster van Jannie. Ja. Ook Gerda weet van een dodelijk ongeluk dat Jannie zou hebben veroorzaakt... Maar de details kent ze niet. Om er meer over te weten te komen, raadt Gerda ons aan op zoek te gaan naar Brigitta. Zij was destijds de huishoudster van Jannie en zou dus meer kunnen weten. Die huishoudster heet dus Brigitta en hier loopt ze in 2009 met Jannie op straat in Hongarije. Maar Brigitta is sindsdien niet meer gespot. Gelukkig weet Gerda waar haar zuster werkt. En dat is in dit restaurantje. Maar ze is vandaag vrij. En ik krijg haar aan de telefoon. We are trying to find her and we heard that you are her sister. can we visit you or Brigitta? Or maybe together because you speak English and Brigitta does not speak English? Deze keer dus geen rijke, oude, zieke echtgenoot, maar een toevallige voorbijganger. Een onvermijdelijke vraag die opdoemt is... wat waren de omstandigheden bij dit verkeersongeval? Het kan natuurlijk zo zijn dat Jannie er helemaal niets aan kon doen. Hallo, yes. Hi. Hi. Kees, what kind of person was Henk? Me and Sammy. He was a nice person. Yes, but... And Jannie? Jannie... Mindig shopping. Yes. Yes. We hear one other story. Yes. There was a car accident with Jannie? Oh, yes. What happened? A polish. Én voltam meg Jani. Bridget and Jani, they go to the shopping to the Tesco supermarket. Oh, okay, Tesco, yes. Supermarket, yes. Yes. It was very scary. That, scary? Yes. Why? When was that? Oh, you were, she was witnessing. Yes. She was inside the car. Then to the kocsiba. Yes. After shopping. Janik, she go in the wrong way. A Mercia, volt az új Mercia. And was accident with one old woman. Yes. Én úgy tudom, hogy meg is. Say yes, she died the wrong one. Of the car, from the car accident. And the car accident, was it Jani's fault or the woman's fault? Uh-huh. Did the police come? Did she have any consequences? She called her lawyer. And the lawyer was who do everything. The police. Oh, they solved the problem with the police? Yes. Wasn't it very...
Who did she pay? The woman family. Oh, she paid the family of the woman. Yes. Keep quiet. And how did Jani react when she killed somebody in traffic? I had fear to build on that. Was scary. She was scared. Yes. For justice. Exactly. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Als het gaat om overlijdensgevallen in het leven van Jani, sometimes I don't know the reason why, wordt de factor toeval steeds onwaarschijnlijker. Well, it's easier than just waiting around to die. Het was op dit zebrapad dat Jani de bejaarde dame aanreed. En het aantal doden in haar leven staat hiermee op 4. Het lijkt wel alsof ze overal mee wegkomt. Maar kennelijk wordt het Jani nu ook te heet onder haar voeten in Hongarije. En neemt ze de wijk naar Nederland, naar Rotterdam. Waar ze verkering krijgt met een oude, eenzame, zieke man. Well, it's easier just waiting around to die. Er past ook niks meer op het bord. Nee, dus nu is het klaar. Omschrijf Hannes. Wat voor man was dat? Ja, het was een hele normale, hardwerkende man. Dronk veel, dan dat wel. Ja, te veel? Te veel, ja. Hij is toen op een gegeven moment van de trap afgelazerd. Ja. En toen is hij in het ziekenhuis gekomen. Alles gebroken wat je maar breken kon. Door de drank? Door de drank, ja. Hij belandde dus in een verzorging? In een verzorging, ja. Nou, daar mocht hij in principe niet meer op zichzelf wonen. Dat ging niet meer. Want uit een paar TIA's had hij ook gehad. Oké. Okay. Dus hij, zijn linkerkant was, ja, dat was dood, zou ik maar zeggen. Ja. En toen hebben wij er toch voor gezorgd tot hij naar een huisje kon. Dus hebben ze een gezinswoning hebben verkocht. Is hij naar een flat gegaan. En dat ging, in het begin ging dat prima. Dan netjes zijn medicijnen in, alles. Was hij bemiddeld? Had hij wel wat op de bank staan daardoor? Hij had aardig wat op de bank staan, ja. De 67-jarige Rotterdammer Han Fons kwam na een kappersopleiding terecht bij Hoogovens in IJmuiden. Hij was gescheiden van zijn eerste vrouw, waarna hij langdurig heeft samengewoond. Deze tweede vrouw kwam vroegtijdig te overlijden. Han heeft 3 zoons. Na zijn pensionering bij de Hoogovens begon hij veel te drinken, met alle gevolgen van dien. Han werd ziek en bedlegerig. Via een datingsite ontmoet hij in het najaar van 2016 Jani. En toen kwam ineens Jani in beeld. En hij is plomp verloren. Hoe ging dat?